Hey met mij, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video in mijn verbouw-verhuisserie op YouTube, ja. En vandaag in mijn video gaat de keuken gemonteerd worden. Laten we maar gewoon gelijk beginnen. Dit is de status van onze woonkamer op 21 oktober. Hier zie je de oude keuken en alles wat in de oude keuken zat. De oude keuken is inmiddels naar buiten. Je ziet daar buiten. Oh, hallo. Zie je de keuken? En hier zie je dan echt de nieuwe keuken. Heel vet. Die hadden we al. Die hadden we losgekocht. Dat was de, hoe heet dat? Fornuis met inbouw afzuiger. Dan heb ik hier twee. Eén katje. Twee aanrechtbladen. En hier heb je ook al een sneak peeky van de aanrechtblad. Ik en Nikki ook hadden niet door dat het zo groot zou zijn. Het is volgens mij composiet als ik het goed heb. En ja, deze kleur. Oh, het is een soort beton look. Maar deze is echt gigantisch groot. Dit is dus het kookeiland, hè jongens. Moet je nagaan hoe groot het kookeiland is. Ik had echt geen benul hoe groot dit kookeiland was. En dan zie je hier de kleur van de kastjes, maar er zit wel een folie over. Oh nee. Dit is de andere kant, denk ik. Dit is de achterkant van het kastje. Want wij hebben mat zwart. Nou, even kijken wat we nog meer hebben. Dit is ook de eerste keer dat ik hier even rustig naar kijk. Dit is de lange kast die hier komt voor de oven. En dat is de apothekerskast. Die komt hier, langs de koof. Zo, hier. En dan is dit van het kookeiland de kast, denk ik. Met deurtjes is deze. Cool. Ja, je ziet dus niet de kleur, want die zit aan de andere kant. De binnenkant van de kast is allemaal wit. En kijk, ik vroeg me al af of ik zo'n ding zelf moest kopen. Waar je je bestek in kan doen, maar dat zit erbij. Nou, hier staan dus nog meer kastjes. Ja, dit zullen wel de plinten zijn van de keuken. Oh, ik ben zo enthousiast, Nagini. Jij ook? Ik heb zoveel zin in. Dit is de Speed Cook Oven, oftewel de magnetron. Dit is... wij krijgen een magnetron en een oven. Of is dit de oven? Nou ja, het is één van de twee in ieder geval. En aan de andere kant zag je nog meer apparatuur. Ik geloof, als ik het goed heb, dat dit de vaatwasser is. Oh nee, daar staat de vaatwasser. Oh nee. Dat is misschien wel waar ik het allerenthousiast over ben. De vaatwasser. Die staat dus daar. En dit, zie je ook al wat het is, de koeker. Oh my god, dit is zo leuk. Maar goed, alles staat nu in doos en ik vond het wel leuk om dit ook eventjes te laten zien. Het is ook part of the... ja, hoe je een keuken... Hoe dat in zijn werk gaat als je een keuken koopt. En dit is the day before. Had ik al laten zien dat gisteren het leidingwerk afgemaakt is door de loodgieter. Er zijn nu twee afvoeren. Eentje voor de gootsteen, eentje voor de vaatwasser. Die zijn dus apart. Nou, we hebben warm. Dit is een koude kraan. Volgens mij is dat de warme kraanleiding. En deze kraan, die moet nog even verplaatst worden, denk ik. Want hier komt de koelkast. En daar zit ook een kraantje in, aangezien het een Amerikaanse koelkast is. En je kunt dus water uit onze koelkast halen. Want wie haalt er nou tegenwoordig nog water uit de kraan? Het is zo 2019. Dus die zit er ook. En dat was een hoop werk. Die heeft ons een hoop ellende gekost. Maar het is gelukt. En nu is het gewoon wachten tot morgen de monteur komt. En die gaat het in elkaar zetten. Het is donderdag 22 oktober. En vandaag gaat het gebeuren. De keuken gaat geplaatst worden. Vandaag en morgen trouwens, moet ik zeggen. Maar vandaag gaat het beginnen. Zeven uur begon de monteur met alles uitpakken. En ja, begon het avontuur met
onze keukenmontage. Je ziet dat de dozen worden uitgepakt en enorm veel rommel in huis. Deze tafel. En toen kwam er een kleine complicatie met het leidingwerk dat niet goed was. Oh, het is al helemaal ingehakt. Ja, het is gelukkig cementdekvloer. Ik was een beetje bang dat het beton was. Oh nee, dat ja. Dan was ik wel een uurtje verder kwijt. Ja, dat is een stuk heftig. Ik heb daar het gereedschap niet meer voorbij, dus... Nee. Maar dit komt wel goed. Dit komt wel goed. Dus, ja, dus je hebt het eigenlijk al opgelost binnen een uur. In een kwartier zelfs, volgens mij. Ja, hoe laat is het dan? 9 uur? Kwart of 9, half uurtje. Kwart of 9, half uurtje. Ja, dat valt wel mee. Stanslijnen. Zo ziet het er echt niet uit, hè? Nee. Maar dat zie je, er is helemaal niks van. Nee, ja, dat is keuken elke zit. Keuken als die weg is, dat ziet er niet uit. Ja, dat is een plinkje. Ja. Oh ja, klopt, ja. Hij is aan die kant, dat betekent je kast. Ja, dat dacht ik al van even dit, maar ik moet het even zeker weten. Ja. Oké, dat past nog, hè? Dat was even een oefenmomentje. Dat was spannend. Ja. Hebben we die koof goed geraakt? Deze heb ik samen met je pa gemaakt, hè? Dus dat had ik ook gewoon... Oh, hem de schuld kunnen geven. Kunnen zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Nee, ik vertrouw daar meer op jouw expertise dan op mijn eigen ideeën. Oké. Okay. Ja. Last minute zitten er nog Stay eventjes... stekkers. Ik ga eventjes een steekwagen pakken. Hebben we hier nog een voldoen dan? Ja. Heb ik naar jou gestuurd, Nick? Ik heb het nog gezegd, maar... Ja, die mannen, joh, daar komt er niks van. Die mannen die... Ik had het in de woonkamer ook nog gezegd, zo van, jij weet het wel mooi te vinden, maar... Ja. Maar kijk, deze hier. Dat ja? Nice. Het was meer keuken dan we hadden. We hadden eigenlijk alleen maar dit. Oh ja. En er zat dan nog een afwasbak in en kookplaat, dus dan heb je echt heel weinig. Dan zou alles wel zwart zijn, denk ik. Ja. Dat denk ik ook wel. Ik heb misschien een theedoek of zo. Of ja, pak ik voor je. Handdoek of een theedoek? Ja, een van de twee. Ik heb het graag niet droog gemaakt. Ik zeg net tegen de monteur, het is 12 weken geleden dat ik, dat Nicky en ik deze keuken hebben bedacht met de ontwerper. En nu, ik wist niet meer, we zijn heel vaak geswitcht van kleur van de kraan. We hebben heel lang op koper gezeten, en toen naar brons gegaan, chroom en zwart. Dus ik was echt helemaal geen idee meer wat als grootsteen en kraan wat we voor een kleur hebben.
Maar we zijn erachter nu. Ik vroeg me af wat er in die doos zit, maar dat is dus de spoelbak. Ja, dat hoop ik wel. Anders moeten we nog even bellen met Mark. Gaan we zien welke kleur die is, maar dat zal ook wel zwart zijn dan. Of chroom, dat we daar zo... We gaan er in spanning blijven liggen. Ja! Dat is de onderkant, ja. Ja, zwart is die. Kijk of die past. Nou, hartstikke mooi. Past precies. Voor de, dan staat hij in het midden. Dan staat hij in het midden? Ja. Is er dan, dat is dan, ja, gordijn niet meegerekend, maar wel... Nee, gordijn is dat niet meegerekend. Dus laten we even daar even van uitgaan, dan kunnen we... Ja, ik heb een beetje het gevoel dat hij een stukje zo nog mag, maar ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. We halen dat even weg, dan hebben we... Goed. Komt natuurlijk ook omdat hier licht is, hè? En hier donker. Dan lijkt het ook meteen... Yes, donderdag zit erop. De eerste dag van de keuken monteren. Helaas niet afgekregen. Dat was wel... We hebben wel een poging gedaan, maar er waren wat kleine tegenslagen. Maar niks wat niet opgelost is vandaag. Maar dat betekent dat de monteur morgen weer terugkomt. En ik wil jullie even laten zien hoe het er nu uitziet. Dit is het shot. Oh, mijn batterij is echt bijna leeg, dus ik hoop dat ik jullie nog wat een beetje kan laten zien. Dit is hoever er nu eigenlijk is. Vaatwasser moet nu aangesloten worden, de koelkast en dat bord moet daarachter. En dan moeten alle kastjes gesteld worden en ook alle lades zitten er nog niet in. Kijk, hier heb je dit.
Daar komt dus de vaatwasser. En dit stukje is wel klaar, alleen moet nog gesteld worden. En de oven komt hoogstwaarschijnlijk morgen. En hier zit ook een koeker. Dat kun je niet zien van buiten, maar kijk, daar is de koeker. En dat is dag 1. Dan ga ik nu alvast één kastje wat klaar is, hier, ga ik inrichten. Zodat de zooi daar weg is. Maar dat doe ik even in timelapse met mijn telefoon. Dus ik zie jullie morgen bij een nieuw deel van de montage. Het is dag 2 van het monteren van de keuken. En we hebben een logeetje. Het is vandaag vrijdag en 1 keer in de 3 weken is het mijn oppasdag. En dat is dus vandaag. En ik ga jullie weer de montage van de keuken verder laten zien vandaag. Zo beginnen we vandaag. Hey, zit de kastje al in? Ja. Dat zie ik nu pas. Ja, dat gaat snel. Dat gaat snel, ja. Ik zat te denken dat ik eigenlijk gisteren ook wel kunnen doen toen je vroeg van, kan ik al spullen erin doen? Oh, nou, maakt niet zoveel uit. Dan denk je wel gelijk aan de slag gaan met het houtje. Nou, inderdaad, ik had gezegd dat jij zei, ja, ik had er wel zo'n ding voor maken. Zo'n nieuwe paal boven in de garage. Nou, hij ging er meteen mee aan de slag. Dit is ook een van de mooiste apparaten uit onze keuken. De wasmachine, de vaatwasser. We hebben het even gauw uitgepakt, want al het afval gaat nu naar de Milieustraat. Dan zijn we daar meteen vanaf. En dat was dan de video van de montage van onze keuken. Ik vind de keuken echt prachtig geworden en het is echt heel goed. Nou ja, Nagini, wat ben je ineens druk? De keuken is echt heel mooi gemonteerd. Dus echt dikke shout-out naar de monteur. Hij was ook echt super aardig en gezellig. Dus ja, daar ben ik heel blij om. Deze video is in samenwerking met Superkeukenstiel. Ik ben echt heel blij met de keuken, want ik vind hem echt super mooi. Het eindresultaat, dat komt in de volgende video, want dat wilde ik toch nog wel eventjes spannend voor jullie houden. Hij is natuurlijk nu ook nog niet helemaal klaar, want ik moet nog een paar dingen inrichten. En we hebben bijvoorbeeld nog geen barkrukken. Dus die moet nog heel even op zich laten wachten. Maar de pret, dat mag de pret niet drukken. Binnenkort komt de video met de review van de nieuwe keuken.
Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!